Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Knipgirls. Vandaag ga ik je laten zien hoe je dit bij een mouw maakt. Het effect kun je nu niet zo goed zien, dus ik ga even laten zien hoe het staat. En vind jij het er ook zo leuk uitzien? Ik wel. Ben jij nou benieuwd hoe je dat gaat doen? Blijf dan gezellig verder kijken en laten we gaan beginnen. Wat hebben we allemaal nodig? We hebben een sweater nodig, kort elastiek en twee koordstoppers. We hebben spelden nodig, een meetlint, een stofschaar en een naaimachine met garen en een spoeltje die wel passend zijn bij de sweater. En we hebben ook een torenmesje nodig. Het eerste pakken we de sweater en het torenmesje erbij. En wat we nu gaan doen is we gaan het boordje eraf tornen. Dus je doet hem even zo binnenstebuiten. En dan ga je deze steekjes loshalen met het torenmesje. Het boordje is eraf. Zorg dat je hem niet weggooit, want die hebben we zo meteen weer nodig. Wat we nu gaan doen is we gaan de mouw openknippen. En dat is eigenlijk wel een beetje spannend. Want we moeten hem vanaf de schoudernaad recht naar beneden zo knippen. Dus dat kun je nu gaan doen. Nou, de mouw is opengeknipt. En wat we nu gaan doen is we gaan vanaf... Ik zal hem even zo neerleggen. Vanaf de opening hier ga je 3 centimeter naar de zijkant toe knippen. Ik zal even laten zien hoe ik dat doe. Ik zet even een speldje bij de 3. En dan ga ik hem zo knippen. En dan doe je hetzelfde bij de andere kant. Wat we nu gaan doen is we gaan hier de flapjes omvouwen. Dus die vouw je zo naar binnen toe. En daar zet je een speldje in. Aan de achterkant ziet het er dan zo uit. En zo ga je helemaal recht door. En bij de andere kant doe je hetzelfde. Als je dit hebt gespeld, dan kan je het gaan naaien. En je naait het gewoon zo recht naar beneden. Een beetje op het randje hiervan. Zo, ik heb het genaaid. En wat we nu gaan doen is de sweater even binnenste buiten. En dan kunnen we dit tegen elkaar aan gaan spelden. En dat kun je daarna ook gaan naaien. Zorg dat je het dicht langs de kant naait. Als je dit hebt genaaid, dan moeten we dit nog eventjes dicht naaien. Want dit is nu een gat zoals je kunt zien. En hoe we dat doen, is je gaat het zo dicht spelden. En je laat het zo geleidelijk toelopen in de rest van de schoudernaad. Als je dat hebt genaaid, dan kun je dat afknippen. En dat kun je dan nog netjes afwerken met bijvoorbeeld een zigzagsteek. Zo, en nu kunnen we met het koord en een veiligheidsspeld het er doorheen gaan krijgen. Als je bovenaan bent, dan trek je deze er doorheen. En dan hier zit ook nog een gaatje. En dan ga je dan gewoon weer zo terug in. Zo, het koord zit erdoor. En zoals je ziet gaat het nu gelijk al helemaal een beetje rimpelen. En ik vind het er al heel erg leuk uitzien. Nu kun je het gaan afknippen. Zorg dat je ze niet te kort afknipt, want dat kan je altijd nog doen. Maar als ze te kort zijn, dan schieten ze straks weer terug. En dan moet je weer helemaal overnieuw het koord er doorheen krijgen. Nu gaan we verder met het boordje. Die kunnen we er nu eigenlijk weer gaan opnaaien. En je doet hem er zo overheen. Zo. En dit kun je nu gaan spelden. Maar we willen natuurlijk niet dat dit dicht gaat. Dus je gaat hem tot hier en tot hier naaien. Dus je naait hem zo, vanaf hier bedoel ik, sorry. Vanaf hier tot hier. En ja, dat kun je nu gaan naaien. Zo, ik heb het tot hier genaaid. En nu kunnen we het gaan omslaan. En dan moet je eventjes de touwtjes weer naar buiten doen zo. En nu is dit natuurlijk een beetje lelijk als dat zo zit. Dus dat gaan we nu vastnaaien. Ik heb alvast naald en draad erbij gepakt. En dit kun je nu gaan vastnaaien. En dat naai je tegen de achterkant van dit aan. Dus dit naai je hier zo tegenaan.
Zo, het is netjes dichtgenaaid. Zoals je kunt zien. En nu moet je alleen de koordstopper er nog aan bevestigen. En hoe je dat doet, is je trekt hem aan hoe jij hem wilt. Nou, zoiets vind ik wel leuk. En dan klik je de koordstopper in. Dus je klikt hem in. En dan doe je daar het koordje doorheen. En meestal is dat wel een heel gepriegel om er doorheen te krijgen. Oh, ik heb hem al. En hetzelfde doe je dan ook bij deze. Zo, de andere zit er ook door. En dan kun je hem gewoon zo aantrekken. Dus dan kun je zo zelf kijken of dat je nog iets aangetrokken wilt. Of juist iets losser. Dus ja, zo. Nu kun je het elastiek eventueel nog afknippen als je het te lang vindt. En dan kun je bijvoorbeeld ze apart een knoopje leggen. Of samen een knoopje erin leggen. Zo. En dit kun je nu precies hetzelfde gaan doen bij de andere mouw. Zo, bij de andere kant heb ik precies hetzelfde gedaan. En dat betekent dat hij nu klaar is. Dit was dan alweer het einde van deze video. Ik hoop dat je hem weer leuk vond. Vergeet geen like te geven en vergeet niet te abonneren. Vergeet ons ook zeker niet te volgen op social media. Op Facebook en Instagram onder de naam Knipgirls. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!